Want dit is echt wel mijn club. Ik krijg, als ik nu weer praat, dan krijg je gewoon kippenvel over. Vind ik echt, dit is mijn club en dat zal niet anders zijn. Vijf jaar toen ik hier lid werd van de club, speelden ze toen nog amateurs en volgens mij zijn ze in 84 betaald voetbal ingegaan. Ook in de jeugd allemaal meegemaakt en toen ben ik vanuit de tweede ook bij het eerste terecht gekomen. Ja, dan zie je echt een wereld van verschil met wat het nu is. Toen ik stopte met voetbal was het zo van, nou lekker die weekenden vrij, want dat was wel een dingetje uiteindelijk. Maar dat kwam er eigenlijk dus helemaal niet van, want ik ben er uiteindelijk doorgegaan in het voetbal. In eerste instantie ben ik in de scouting terechtgekomen. Beviel op zich wel goed, alleen ben je alleen maar in de weekenden bezig en door de week is het, ben je toch een beetje op jezelf aangewezen. Mario Akkerman stopte met het teammanager gebeuren, daar heb ik dat opgepikt. Ik vond het ook wel leuk, maar het was niet echt mijn ding. Zeg maar even de maximale. En na die vier jaar teammanager gebeuren ben ik dus deze kant op gegaan. Nu zie je de andere kant waarom er zo getraind wordt, waarom er zo behandeld wordt. En als speler zijn, nam je dingen aan en dacht je, nou het zou wel. Maar nu moet je er zelf over nadenken en is het gewoon de hele andere kant van het verhaal. Ja, je doet ook complex zoeken. Trainen ze binnen, dan... Blijven ze vaak bij de fysio, trainen ze buiten, dan neem ik ze vaak mee naar buiten. Onder begeleiding ook van de fysio en overleg met hun wat ze doen. Dus ik doe de hersteltrainingen, pak ik ook buiten. Etje. Ik doe ook andere dingen dan alleen maar het masseren en het tapen. Want dat zou ik niet, uiteindelijk niet genoeg vinden, denk ik. Ik vind het leuk om jongens fit te maken. Mee naar buiten te gaan, één op één revalideren, dat vind ik eigenlijk leuk wat er is. En ook een adviserende rol erin geven in wat kunnen ze beter doen in het veld. Ik spreek uit ervaring, ik heb 15 jaar op dat voetbal gespeeld. En ik heb ook nog een medische achtergrond nu inmiddels, dus ja, ik kan zoveel, wat dat betreft denk ik, veel bijleren denk ik. Mijn kinderen en mijn vrouw, die weten, ik adem RKC en die zitten ook op de tribune daar, achter de goal. En ook mijn vrienden zitten hier, dus ja, ik ben RKC en ik adem RKC en dat is zo altijd geweest.